We zijn hier vandaag op de Giro in Diepenbeek. En vandaag gaan de jongens van de Giro een activiteitenlijst voor de eerste keer doen rond Knock Knock. Knock Knock is eigenlijk een website van de Vlaamse overheid en daar staan allerlei tips en tricks op voor jongeren om zich goed in hun vel te voelen, om hun veerkracht te versterken en om stevig in hun schoenen te staan. De website is eigenlijk opgebouwd uit 4 knaltips en een woordwolk. En in die woordwolk zitten een aantal problemen die jongeren kunnen tegenkomen en een aantal manieren om ermee om te gaan. En de knaltips zijn eigenlijk algemene tips, waarbij dat ze van allerlei tips en opdrachten kunnen vinden om hun eigen beter in hun vel te voelen. Je kan op Knock Knock een mannetje uitkiezen. Er zijn een 9-tal type mannetjes die je kan kiezen. En daar kun je eigenlijk je Knock Knock verhaal kwijt. En zo zijn er eigenlijk heel veel Knock Knock mannetjes al gemaakt. En kan je eens kijken bij anderen wat dat hen bezighoudt. Er is nu ook een pakket voor jeugdbewegingen en dat is eigenlijk een inspiratielijst met allerlei activiteiten, leuke activiteiten. Sommige zijn al bekend bij de jeugdverenigingen, maar andere zijn ook helemaal nieuw. En dat zijn eigenlijk activiteiten die ze kunnen doen om geestelijke gezondheid, om goed in hun vel te voelen, de jeugdbeweging binnen te krijgen. Het eerste spel dat was dus over een boomstam klimmen. Daarbij is het heel belangrijk om als groep te werken, anders zou je er niet over geraken. Met één persoon die kan er alleen over, maar zo'n persoon waar je 5 man moet helpen om erover te geraken. En dan is het zeker heel belangrijk om die persoon te helpen om zo als groep er door te komen. We zijn momenteel blind voetbal aan het spelen. Dan hebben ze 4 groepjes en daar is er 1 kapitein die is niet geblinddoekt. En die moet de rest van de groep proberen te leiden om zo te scoren. Als ik dus een mindere toets heb of als ik soms een strafstudie heb of zoals ik iets voor heb gedaan, dan vertel ik dat soms meestal tegen mijn vrienden. Die website vind ik een zeer goed initiatief. Ik kan daar zeker dingen opzetten waarmee ik me beter ga voelen en ook mijn familie en kinderen ook heel graag mee gaan helpen. Op die website zal ik wel eens gaan kijken voor een raad en een beetje mijn gevoelens te uiten. En dan kan ik misschien wel beter voelen.